We zijn hier in het Prinsenhof in Delft. Dat heet zo sinds 1572, want voordien was het hier een klooster van lekenzuster, het Agatha-klooster. En dat klooster had, zoals het gebruikelijk is, een rector. De laatste rector heette Cornelis Musius. Hij kwam hier vanaf 1538 en hij kocht in 1565 in Antwerpen onder meer deze kleine bokaal, deze drinkschaal. En daar staat op, en dat zegt iets over de functie natuurlijk, laus Deo, lof aan God, pax vivis, vrede voor de levende, et requies eterna, en eeuwige rust voor de gestorvenen. Waarschijnlijk heeft het bokaaltje dus een liturgisch gebruik gehad, we weten niet precies wat, maar zoals u ziet, het is bewaard. Het is een teken van herinnering aan dat klooster van toen, aan dat cadeau met Kerstmis en natuurlijk ook aan de rector, Cornelis Musius. En we zien aan de verfijning van het geheel dat deze man smaak moet hebben gehad. En dat klopt ook, want hij was een patriciër, hij was een geleerde, hij was een humanist, hij schreef in het Latijn gedichten, hij was natuurlijk een priester, want een rector is een priester. En hij was ook mecenas, had het gevoel voor de kunsten. Het in de hand dragen van dit bokaaltje zegt iets over die figuur van toen. En hij doemt als het ware uit de bokaal op en is daarmee een sensatie. Een historische sensatie die terugwijst naar zijn leven.